Nou, dan wordt gewoon de motor in beslag genomen. He, stumpers, we gaan naar een begrafenis. En onze strevers, die moeten even motor in beslag nemen. De platen. Hé Frans, gaan we een tunopname zetten? Heb je mensen wat te doen? Ja. Platen in beslag genomen. Ik heb volgens mij een tijdje. Wij hebben het anders op, niet dan? Dat kan ik me voorstellen. Maar... Jongen, kijk, ik kan je niet voorstellen, want dan zou dat niet gedaan. Een beetje zielig, heel erg zielig. Ik ben een strevertje. Nee, ik ben een strevertje. Maar dan vanavond weer thuis komen, of niet? Ik ben een korte chauffeur, maat. Stumper. Ik kent er niet dit allemaal, de koeien neer. Dat was wel niks gemaakt, hè? Zelfs op een begrafenis moeten ze pesten, hè? Gewoon echt ongelooflijk, hè? Zelfs dat fatsoen hebben ze nog niet in zijn lijf om dan gewoon eens een keer... Ze wisten ook toch hoe we daarin gingen, snap je? Ja, natuurlijk wisten ze dat. Dat is net al doorgegeven toen ik staande werd. Toen ik staande werd gehouden. Ja, maar ja goed, we moeten dan zielig hier de kenteken af komen pakken. Dan ga morgen aan hem thuis, van een stumpert. Wat moet je geven? Dan ga ik even jouw plaatsje. Kan dat? Kijk, dat is ook moeilijk doen, of niet? Nee, ik vind het niet moeilijk. Ik heb jou een tijdje geleden een bepaalde gegeven. Dat is een rechtszaak, toch? Of niet? Ja, een rechtszaak. Dus dat is nog niet gewonnen? Nee, dat mag allemaal. Maar ik ben ook wel lekker. Maar wist jij het toch? Nee, dat is niet. We gaan gewoon gewoon hekken aan de kast. Ja, van hand op. Ik schrijf daar tegenover. Het is niet zo erg, maar zijn collega zegt straks tegen mij. Nee, maar dan houden we er rekening mee dat jullie niet de hele tijd worden lastiggevallen vandaag. Komt hij aan? Ja, maar dat was een collega. Hij is altijd. Hij heeft ook een boete voor die dingen. Hij wil rechercheur worden morgen. Badmeester. Noem ze haantjes gedaan. De aanklacht. Noteer dan even zijn nummer van zijn ID. Vraag dan even zijn nummer. Hij moet nog alles op veel. Dat is de grootste. De grootste strever van Gelder op Mierlo is dat. Ik denk dat hij in dezelfde straat woont als de burgemeester. Schrijf het wel even op, dan heb je dat. Zo uitlokt helemaal niet als denken. Ik denk dat hij bij burgemeester Link in de straat woont. Nu samen barbecuen. Tweede keer volgens mij. Ja, handelaar, maar wel op de verkeerde manier. Waarom? Hij gaat ook. Waarom? Ik heb die motor verkocht dan. Ja, ik heb die motor verkocht. Ik ben nou een klant hier achter. Zelfde kenteken. Maakt er niks uit? Ja, dat maakt zeker wel. Niks uit. Maar wel gewoon voor de meneer. Meneer, wat heb je? Heb je nu? En dan ben ik benieuwd of jij je nieuw gaat krijgen, man. Ik kan in beroep gaan, dus dat is geen... Ik hoop wel dat je trots bent dat je dat op een dag van een begrafenis even doet. Nee, daar ben ik niet trots op. Dat je vanavond thuis komt en dat je tegen je vrouw kunt zeggen van ben ik trots op mezelf dat ik een begrafenis heb verneukt. Heel top, goed bezig. Ik wens jullie een fijne dag, jongens. Ik ben er nog een beetje voor te leren, man. Ik ben er nog een beetje voor te leren. Ik ben er nog een beetje voor te leren.
Ik sta hier bij een tankstation, mijn motor staat hier en ik mag gewoon normaal tanken, want ik ben een vrije burger en ik mag steeds. Ook al heb ik de hash aan, ik ben steeds evenveel als jou. Ja, dan mag jij de wet zijn, maar nog. Laat het nergens bij ik me heb deze, geen foto van jouw gezicht of zo, hè? Ja, dat maakt niet uit, maar je hebt een foto van mijn auto. Ik mag een foto maken van huis, van een auto. Laat het nergens bij me. Jij bent het ding aan het flikken, man. Ik ben gewoon mijn werk aan. Waar is de laatste? Waar is de laatste? Jij maakt niet zo veel voor de wijze, man. We zijn dat de zaterdag voor naar de begrafenis gegaan, maar jij slaat het op een foto. En ik ben gewoon heel eerlijk, ik ben gegeven voor jullie aan het verzamelen. Ja, ik heb er succes mee. Ik heb ook aan het verzamelen, ik weet niet wat het is. Hey, die geeft ze ook niet te zamen, die heeft zo'n lang, man. Dat is alles een geest. Ja, dat zeggen. Ja, maar jullie doen dit niet. Nee, die werkt allemaal langs elkaar af. En daarom doe je je kies. Ja, dat is gewoon zo. Dat brengt een hoofdje, dan gaan we lekker wat doen. Iets nuttigs misschien nog vandaag? Komt op mij zijn. Ja, ik kan er even nog een keer op aftrekken. Nou, stumper. Ga maar gauw. Sukkel.